Verteller Klun, beter bekend als Raymond van de Klundert, beschouwt de Passion Hemelvaart als een waar genoegen, bijna als een verrukkelijk toetje naar de grandioze uitvoering in Zeist. Na weken, zo niet maanden, van intensieve voorbereidingen voor de Passion, komt de hele kast weer samen voor deze speciale gelegenheid, de Passion Hemelvaart, geproduceerd door KRO en CRV. Voor Klun voelt het als een vereniging, een samenhorigheidsgevoel dat ontstaat door het gezamenlijke werk aan dit unieke project. In zijn reflectie benadrukt kluin de eigenaardigheid van hemelvaartsdag, waarbij hij opmerkt dat de Bijbel niet uitgebreid ingaat op de gebeurtenis. Voor hem is de essentie dat Jezus impliciet aangeeft dat het nu aan de mensheid is om de erfenis voort te zetten. Hij gelooft sterk dat mensen die ons zijn ontvallen, kunnen voortleven in de lessen die ze ons hebben geleerd. Hij zelf heeft het verlies van zijn vrouw in 2001 en later zijn ouders moeten verwerken, een proces dat hij beschrijft als rouw en onontkoombaar. Met alle emoties die daarbij horen. Toch heeft hij geleerd om dankbaar te zijn voor de herinneringen en lessen die hij van hen heeft gekregen. Een van de manieren waarop Kluun omgaat met verlies is door verhalen te vertellen, omdat hij gelooft dat mensen leven van verhalen en dat elk verhaal een les bevat voor de hoofdpersoon. Religieuze en spirituele verhalen vormen hierop geen uitzondering, ze zijn allemaal gericht op het leren van belangrijke lessen. De Passion, hoewel religieus van aard, heeft volgens hem een universele aantrekkingskracht en raakt niet alleen gelovige mensen, maar ook een breder publiek dat het beschouwt als een indrukwekkend spektakel. Klun deelt zijn diepe bewondering voor de Passion-uitvoeringen, waarbij hij benadrukt dat hij nog nooit zoiets heeft meegemaakt dat zoveel impact had op zijn omgeving. Deze ervaring staat in schril contrast met de verfilming van zijn boek Komt een vrouw bij de dokter in 2009, waarbij hij als schrijver op de achtergrond stond. Bij de Passion stond hij juist in het middelpunt als verteller... Wat voor hem een unieke en onvergetelijke ervaring was. Het feit dat de Passion Hemelvaart wordt uitgezonden op 10 mei, een dag na Hemelvaartsdag, voegt een extra dimensie toe aan het geheel. Dit jaar valt de uitzending samen met de tweede halve finale van het Eurovisie Songfestival 2024, waardoor het Nederlandse publiek een culturele smeltcruise van verschillende evenementen kan ervaren. Op 9 mei hebben liefhebbers bovendien de mogelijkheid om de Passion Hemelvaart al te streamen op NPO Start. Waardoor het spektakel toegankelijk is voor een nog breder publiek.